In een tijd dat velen hun digitale bek maar gewoon een douw geven zonder een beetje na te denken of zich te verdiepen. 2 weken geleden mocht ik voor een reportage in de VARA-gids een dag meedraaien met de redactie van Nieuwsuur. Er gebeurde die dag niet zoveel nieuwswaardig, tot zich om 19:30 s'avonds iets voordeed in het Drentse plaatsje Oranje. Staatssecretaris Dijkhoff zou daar aanwezig zijn bij een overleg met bewoners van die gemeente. Het ging over vluchteling. Onmiddellijk kwam Nieuwsuur in actie. Een reporter stapte in zijn auto om naar het verre dorpje te scheuren, en er werd met een lokaal bedrijf een straalverbinding geregeld voor een live gesprek met een of andere hotemethode. Vooral het leggen van zo'n straalverbinding was technisch gezien nogal een opgave, begreep ik. Dat is wat er zo fijn is aan radio, dat je aan een telefoonlijntje genoeg hebt. Er volgden zenuwslopende momenten tussen uitzending, het arriveren van de reporter, het gereedkomen van die straalverbinding en het regelen van iemand die live wat zinnigs kon zeggen. Uiteindelijk stond, na ongelooflijk veel bellen, roepen, schreeuwen en druk uitoefenen, de burgemeester van Oranje voor een camera en kon hij reageren op de al eerder doorgestuurde beelden van die mevrouw met die buik, die beelden die iedereen zich zal herinneren. Rond 22:30, dus in de uitzending, kwam het bericht dat de straalverbinding definitief was gelukt, een bericht dat in de regiekamer met gejuich werd ontvangen. Later die nacht las ik, naast stuiterend van adrenaline, hoe er op Twitter op de uitzending was gereageerd. Mijn mond viel echt open van verbazing. Een groot deel van de twitteraars maakte zich er kwaad om dat Nieuwsuur het item pas zo laat in de uitzending had gebracht. Waarom beginnen ze niet met het gesprek met die burgemeester? Vroegen mensen zich woedend af. Waarom zit het zo laat in de uitzending als toch niemand meer kijkt? We worden gemanipuleerd door de linkse staatsomroep. Zo gaat het in een dictatuur ook. Het was van een droevigmakende stupiditeit. Gisteren zat ik op de tribune van Feyenoord. Toevallig naast levende legende Willem van Hanegem, die door Nico Dijkshoorn werd gevolgd voor een stuk in Voetbal International. We hadden het voor de wedstrijd in de perskantine over Johan Cruijff, waarbij Van Hanegem zeer ontroerd was en met grote warmte en broederliefde praatte over zijn door longkanker getroffen oude compaan. En toen kwam de 14e minuut van de wedstrijd, waarbij op aansporen van de KNVB toeschouwers van de Eredivisie een minuut lang klapten voor Cruijff uit eerbetoon en als steun voor mensen met kanker. En dit geschiedde dus ook in de Kuip, waar Cruijff in 1983 en 84, en weet het nog, in een Feyenoord-shirt had gespeeld. Het applaus was indrukwekkend. Maar bij terugkomst uit Rotterdam begreep ik dat Willem van Hanegem direct na die 14e minuut op Twitter door het slijk was gehaald. Fox had namelijk een shot getoond van welgeteld 3,5 seconden, waarin Van Hanegem niet klappend was geregistreerd. Hij was wel hevig geëmotioneerd, dat wel, maar dat hij niet klapte was voor de wraaklustige, breincelarme reageermeute op Twitter niet genoeg. En dus kreeg die arme Willem van Hanegem een stroom ordinaire haattweets over zich heen van bloeddorstige kabouters die hem hun kaboutermaatje namen. Het is wat Twitter zo onuitstaanbaar medium maakt. Al die laagschedigheid, al die domme meninkjes, al dat gescheld, al die gemakzuchtige, idiote gevolgtrekkingen. Ik denk vaak aan een poster die mijn vader in zijn werkkamer had hangen. Oh Lord, help me to keep my big mouth shut until I know what I'm talking about. Ik zou deze zin natuurlijk kunnen twitteren, maar ik denk helaas dat het niet uitmaakt. Roland Gippard, mooi verhaal, dankjewel. Graag gedaan. Tot volgende week.